Iets te optimistisch was het vorig jaar om 1 maart 2010 te noemen als startdatum van de nieuwe stadsferry. Het ontwikkelen van een openbaar vervoerverbinding over het water blijkt niet van de ene op de andere dag te zijn geregeld. De datum die toen gezegd was, we willen graag dat we in 2010 varen. We hebben toen ook al gezegd, nou laten we eerst even de business case uitwerken. En toen we die helemaal uitgewerkt hadden, ja, toen bleek wat we al verwachten. Dit gaat niet lukken op zo'n korte termijn. De eerste boot moet nu half 2011 het water ingaan. En als alles goed gaat, is het volledige traject begin 2012 gereed. De stadsferry zal vanaf Vlaardingen over de Nieuwe Maas langs het centrum van Rotterdam naar Krimpen varen en heeft 15 haltes. Vooral voor reizigers die nu nog niet gebruik maken van het openbaar vervoer, moet de nieuwe ferry interessant worden. Wij zullen echt een oversteekfunctie hebben voor mensen die op hun fiets dan naar het werk zullen gaan, terwijl ze dat nu niet kunnen omdat ze een heel eind om moeten. Dus dat zijn de mensen die nu in de auto zitten? Veel mensen die nu in de auto zitten. We zullen weinig mensen, denk ik, uit tram en bus overstappen naar de boot. Het is aanvullend echt vervoer. En wij schatten in dat we toch binnen 2 jaar zo'n 2 miljoen mensen per jaar zullen vervoeren. De aanschaf van 7 nieuwe boten en de aanleg van de haltes kosten de RET en Stadsregio miljoenen. En vervoer over water is erg kostbaar. En daarom is de kilometerprijs 18 cent. 6 cent meer dan bijvoorbeeld in de bus. 18 cent per kilometer, dat klinkt dan wel hoog. Maar laten we reëel zijn, de meeste mensen gaan maar 1, 2, 3 haltes mee. Dus die reizen 1, 2 euro. En wij merken iedere dag dat heel veel mensen dat bedrag niet interessant vinden, maar de verbinding. De stadsferry biedt plek aan 50 fietsen, 80 zit- en 70 staanplaatsen. En zoals we gewend zijn bij de RET, betalen moet met de OV-chipkaart.